Maandag 6 februari, 2 weken geleden nog maar dus, vindt de politie in het Drentse Noordse Schut een zwaar mishandeld echtpaar in hun huis. Wat gebeurde er die avond in het dorpje vlakbij Hogeveen? Op een boerderij aan de Noord, langs de verlengde Hogeveense vaart, woont een echtpaar. Hij is 53 en heeft na een misgelopen eerste huwelijk opnieuw geluk gevonden bij zijn huidige 37-jarige echtgenote. In 2010 zijn de twee getrouwd. Maandagavond 6 februari zijn ze van plan een avond voor de tv door te brengen. Ben nou wat drinken? Ja, lekker. Maar rond 8:30, tijdens het begin van een film, lijkt er onverwacht bezoek aan te komen. Ik ga wel even kijken. Van het ene op het andere moment staan er 3 gewapende daders binnen. Gebeurt hier allemaal? Ze zijn uit op geld en denken dat er iets te halen valt. Waar is het geld? In de slaapkamer. Ondertussen staat de auto van de daders met brandende lichten op de oprit. Waar is het geld aan? Waar is het geld aan? In dat laadje. Ik wil meer. Ik wil niet meer. De overvallers zijn niet tevreden. Ze willen meer en raken steeds geïrriteerder. Na een tijdje zoeken staat dus op sieraden. Liggen blijven! De vrouw wordt eigenlijk constant met rust gelaten, maar haar man wordt wel op een vreselijke manier aangepakt. Ze dreigen hem in brand te steken als hij niet vertelt waar er meer geld ligt. Ga je in brand steken? Ik heb geen geld meer. Ik heb echt niks meer. De man zegt dat ze desnoods een auto maar mee moeten nemen, maar het helpt niet. De agressie neemt alleen maar toe. Ga weg met dat ding! Na bijna een uur nemen de daders toch genoegen met het geld en de sieraden die ze vonden. Ze laten het echtpaar volledig lamgeslagen achter. Ja, een overval met extreem veel geweld. Mevrouw Sjoerd, goedenavond. Met name de man heeft er flinke verwonding aan overgehouden. Ja, inderdaad. Hij is bewerkt met de accuboormachine die de daders bij hem in huis vonden. Daarmee hebben ze hem ook daadwerkelijk toegetakeld. Gelukkig lijkt hij er geen blijvend letsel aan over te houden. En verder is de man zo hard geschopt en geslagen dat hij onder andere een paar ribben gebroken heeft. Ja, het is pas 2 weken geleden gebeurd, maar heeft u al enig idee waarom juist deze boerderij en dit echtpaar? De bewoner is een voormalig zelfstandig ondernemer. Misschien dat de daders dachten dat er daarom iets te halen viel. We onderzoeken natuurlijk ook nog allerlei andere scenario's. In december is er al een keer geprobeerd om bij deze mensen in te breken. En het heeft er nu alle schijn van dat de boerderij wel heel doelbewust is uitgekozen. Ja, wat weet u al over de daders? Het gaat om 3 of 4 personen die de boerderij zijn binnengedrongen. De slachtoffers kregen wat over hun hoofd, zodat ze de daders niet goed konden zien. We weten dat ze donkere kleding droegen en in ieder geval 1 van hun sprak Nederlands met een buitenlands accent. Ja, niet hele duidelijke signalementen, maar we hebben gelukkig meer. De overvallers waren met hun auto in Noordse Schut. U hoopt dat dat door meer mensen is gezien? Ja, rond 8:30 die maandagavond 6 februari zijn ze waarschijnlijk in een stationwagon of hatchback bij de boerderij aangekomen. Die heeft tijdens de overval met brandende lichten op de oprit gestaan. Het is niet het drukste dorp, dus een vreemde auto kan in het oog springen. En rond 9:15 zijn ze weer vertrokken. En dat kan misschien zijn opgevallen bij de mensen die toen 's avonds nog in Noordse Schut waren. Ja, en daarbij heeft u een speciale oproep voor late schaatsers. Het was een koude maandagavond. Er lag toen nog ijs. Dus misschien dat er mensen hebben geschaatst op de verlengde Hogeveense vaart. Ze hebben misschien iets van die overval meegekregen. En verder willen we nog graag in contact komen met iedereen die ook in het algemeen iets gezien of gehoord heeft over de overval. Ja. Nou is er een paar dagen voor de overval ook al een opvallende auto in de buurt van die boerderij gezien.
Ja, er heeft toen een Renault Megane langs het kanaal gereden. En het is een aantal buurtbewoners opgevallen dat zo'n auto ook een tijdje vlakbij de boerderij heeft gestaan. Wij willen graag weten wie er in die Megane hebben gezeten. En ook als diegene niets te maken hebben met de overval. Ja, dan hebben we ook nog de buit. Ze hebben het hele huis overhoop gehaald. Ze hebben geld meegenomen en een aantal opvallende waardevolle sieraden. Ja, de vrouw heeft op haar bruiloft een smalle armband gedragen met 55 diamanten. Die is door de daders meegenomen, net als de gouden herenketting met grove schakels. Met in elk 80 zwarte diamanten in die ketting. En er hangen een gouden duikertje en een duikershelm aan. Ja, en de sieraden zijn niet alleen kostbaar, maar natuurlijk ook van grote emotionele waarde voor de slachtoffers. En mogelijk hebben de daders afgelopen week geprobeerd om de sieraden te verkopen. Als u weet dat deze ketting en armband ergens worden aangeboden, meld dat dan direct. Ja, en dan hebben die daders nog meer spullen meegenomen. Ja, ze hebben ook de accuboormachine van het merk Makita meegenomen en de schaar. Het zou goed kunnen dat ze die spullen ergens hebben achtergelaten. Dus als die zijn gevonden, dan horen wij dat uiteraard graag. Er moeten mensen zijn die meer weten over de 3 of 4 personen die een echtpaar in het Drentse dorpje Noordse Schut, vlakbij Hogeveen, hebben overvallen. Ze hebben een man in zijn lichaam geboord en het idee gegeven dat hij in brand zou worden gestoken. Heeft u tips? Bel dan 0860 70. Wilt u anoniem blijven? Kies dan voor M op 0800 7000. En de criminele inlichtingeenheid is voor degene die dat op prijs stelt te bereiken op 079 345 8999.